Yo roofmeisjes, ik ben aan boord bij Robert Paul Wolters van Westin. Beter bekend als Ropa misschien wel? Denk het wel. Ja, hè? Beetje ingewikkelde naam, dus we hebben er Ropa van gemaakt. Vroeger had hij altijd een hoedje op, noemden we hem de hoed. Ik noem hem nog steeds zo, pesten. Iedereen doet het. We hebben een behoorlijk winderig dagje. Dus excuses voor enkele geluidsprobleempjes, maar we gaan ons best doen. Wat is het plan, Ropa? Volgens mij, ik hoor iets over sheds en dieptes. Ja, ik kom net terug uit Zwitserland. Heb ik gevist op een aantal grote meren daar. Ja. En de techniek was echt om met sheds te gooien. En dan eigenlijk veel dieper te vissen dan hier gebruikelijk. Dan moet je denken gemiddeld. Wat is gebruikelijk? Nou ja, meestal in Nederland op snoek. Dan vind ik 4, 5, 6 meter. Dat vind ik echt wel behoorlijk diep al. Ja. Maar daar lag de boot gemiddeld op 15 meter. En ook geregeld op 20 meter. Zo dan. En dan krijg je gewoon aanbeten, ook op die diepte. Echt heel extreem. Dan zullen mensen zeggen, oh, dat kan niet als je vis zo diep vangt. Maar snoek heeft een open zwemblaas. Ja, dus dat kan eigenlijk helemaal geen kwaad. En snoekbaars zit daar niet. Dus dat scheelt weer. Ik heb eigenlijk het afgelopen jaar, anderhalf, heel veel met hardbaits gevist. Jerk op snoek. En, op ondieptes. Ook op ondieptes, ja. En ook gewoon met pluggen. Met meer diepte opzoeken, taluut afvissen met wat dieplopere pluggen. Ja. Ook op de rivier heel veel met plugjes gevist. En nu had ik dat shed gevoel weer een beetje in mijn vingers. Ik had zoiets van, ja, eigenlijk is dat toch heel erg leuk. Ja, hè? Dus terug in Nederland. En ik had zoiets van, we gaan het gewoon eens proberen of dat die techniek hier ook werkt. Dus ik heb een hele doos alleen maar mijn sheds meegenomen. Geen hardbeest? Helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Okay, cool. En ik ga nu randje taluut opzoeken. Ik zit nu tussen de planten. Ik heb hem op double downscan staan. Eentje met een wat hoger contrast, zodat ik alles goed kan zien ook. Diepte 2,4 meter nu, maar ik stuur hem straks van de talut af. En dan ga ik hopelijk hier op de side imaging zien dat die plantenrand hier ergens aan de buitenkant zit. Links van de boot. En hopelijk dat er ook hier en daar wat aasvis ligt. Dat zou leuk zijn. Ja. En dan kijken, ik wil gewoon waypoint zetten waar die aasvis ligt. Eerst even gewoon de langs trollen, gewoon op een meter of 4, 5. En op het moment dat ik een aasvis zie, gewoon waypoint zetten. Dat kan ook, als ze niet recht onder de boot zitten, als ik opzij die niet zet, hoef ik alleen maar te zeggen van nou, ik zie daar aasvis, bliep. Dan duw ik daar en dan zet ik daar een waypoint. 11,7 meter rechts van de boot, ideaal. En dan kan ik vervolgens, als we terugdriften met de wind mee, gewoon die waypoints eens even aanhouden. En daar op die plekken, desnoods even GPS-anker, er gewoon even heel goed uitvissen. Gewoon kijken wat het doet. Kijk, hier gaan we langzaam het talud af. Gaat hij naar 3,2. En dan straks valt hij naar beneden. Maar hier zijn de planten al weg. Dus we kunnen eigenlijk een beetje gaan vissen. En dan gewoon nu even een shed. Ik denk dat ik een 30 grams kop op de steunhengel doe. En 40 grams in de handhengel. En dan lekker even wat langer halen. Dan gewoon kijken of er een visje uitkomt vandaag. Snoeken op zijn Zwitsers met Europa. Ja, goed. Met van nu. De hoed. Even twijfelgevalletje, gingen we ondiep vissen, stiekem of toch weer diep. Het is diep geworden, hè? Roka? Ja, uiteraard. Ja. Dus, we blijven bij ons plan. We hadden een plan, we blijven erbij. Ja. Dus dat gaan we proberen. Maar er ligt genoeg vis. Zeg maar hier, je ziet de oever. Daar staan dan ook wel wat planten en zo. Ja. Ik probeer de boot gewoon nu hier op een meter of 10 te houden, zodat we gewoon voor die planten kunnen werpen. En dat talud, dat loopt vrij stijl af. Dat we daar zeg maar gewoon van het talud af kunnen vissen. Ja. Dus sheds op een grammetje of 20. Ja, welke shed gebruik jij nu? Ik gebruik nu Ricky de Roach. Dat zijn deze. Okay. En de meeste actie komt ook echt uit dat staartje. Licht kantelend en dan die actie. Als je hem ziet zwemmen ook gewoon, dan weet je gewoon van ja, dat is echt een aasje voor alle rovers. Ja, want daar zet je hem echt voor in. Dat is eigenlijk. Ja, hoe zeg je dat? En alles wat erop klapt, dat is mooi meegenomen nu, hè? Ja, absoluut. Hengel die ik heb, PowerShed, tot 90 gram, meer dan zat voor deze. Lengte van de hengel? Deze is 8 voet, ja. Dus 2,40 meter. Dus niet te lang, maar vanuit een boot is dat prima te hanteren. Vanaf de kant zou ik ietsje langer gaan, net wat meer. Maar dan vis je ook vaak het talud op. Dan moet je ook wat meer hogere sprongen maken. Nu gaat het vooral omdat je de controle houdt. Ik heb hem twee keer, dus exact dezelfde hengel. Alleen één keer met een molen en één keer met een rail.
Ik had zoiets, ik ga een beetje experimenteren van wat ik zelf fijner vind. Je hebt nog niet echt een voorkeur voor. Nee, dat is puur. Ik vis molens, rails door elkaar heen. Als ik op de rivier zit met plugjes, ik heb spinningel en een baitcaster. Heb ik allebei klaar liggen. Ja. Ik heb geen specifieke voorkeur. Okay. Ik merk alleen nu met die wind dat ik het fijner vind op het moment dat de shed zakt. Dat ik met mijn duim, zeg maar, op de rail heb ik net wat meer controle, net wat meer gevoel. Dat was ik net met die molen een beetje kwijt. Dus ik had zoiets van, dan pak ik nu even die rail. Erbij. Dus, maar een mooie combi om lekker mee te vissen. Europa en zijn driftzak. Take one. Nee, jij vindt dat ze, ik heb wel vaker met jou gevist natuurlijk, maar ik weet dat jij veel gebruik maakt van die driftzak. Een enorme driftzak. Okay. Ik snap niet dat er snoekvissers zijn die zonder driftzak weggaan. Het is echt een fantastisch hulpmiddel. En zoals nu, de wind die staat enigszins schuin op de kant. Staat maar, de wind dan? Ah, sorry! Maar vooral een beetje in het verlengde. Ja. En je ziet hier staat zo pal voor de kant 5 meter. Ja. Dus hier kunnen we mooi doen wat we vanochtend deden. Gewoon een loop van een grammetje of 15 of 20, gewoon lekker snel langs de luut naar beneden. Ja. Maar er komen straks ook een paar plekken. Er zijn wat meer plateaus, ondiep. En ik wil het zeg maar een beetje gaan afwisselen. Dat we gewoon een hele lange drift maken. Ik zet de elektromotor langzaam die kant op. Driftzak overboord, een remteboot lekker. En dan kunnen we gewoon 2 hengels klaarleggen. Ik heb er eentje, wat zwaardere, met een monster tease, een shallow screw. Dus die vis ik nog geen meter diep. En dan die andere, gewoon hengel van vanochtend. Bij de power shed met een Ricky de Roach. En dan ik leg ze gewoon allebei klaar. En afhankelijk van wat de stek doet, ik hou gewoon mijn avionics kaart in de gaten. Kies ik gewoon de een of de ander en dan kunnen we een beetje afwisselen. Maar dan kunnen we vooral even lekker lang driften. Want dat geklooi met die motor in die boot. Die wind. Ja. Maar goed, die zijn ervoor gemaakt. Echt ideaal om de boot af te remmen. Ik ga gewoon een stukje touw eraan. Er zijn ook speciaal te komen een stukje, drijvend rubber. En wat ik doe, maar dit is echt... Top secret trucje. Ja, dit knippen we eruit. Ja, dankjewel. Maak je geen zorgen. Nee, kijk, ik heb om mijn kikkers, heb ik een touw gelust. En daaraan heb ik zo'n metalen ring. Kun je gewoon op de bouwmarkt kun je die kopen. En die kan ik schuiven. En afhankelijk van de wind en hoe die staat, is het soms handiger om de driftzak wat meer naar voren of wat meer naar achteren te zetten. En normaal dan moet je kijken van joh, ik moet hem aan de kikker maken of aan mijn hengel steunen. Dan ben je alleen maar aan het klooien. En hij zit nooit, afhankelijk van die twee vesten. Ja. En nu heb ik gewoon een musketon haakje. Die klik ik daaraan. En ik kan nu straks gewoon kijken van nou, hoe drift de boot. Ik wil hem ietsje rechter, ietsje schuiner. Want dat is het meer. Kijk, als ik hem hier vastzet, dan waait de punt meer om. Maar als ik hem daar vastzet, dan waait mijn kant meer om. En dan zou jij bijvoorbeeld niet kunnen vissen. Dus ik wil hem nu in principe een klein beetje aan deze kant hebben. Zodat de punt straks een beetje omwaait, zodat jij ook gewoon lekker de stek af kan gooien. Waar moet een goede driftzak aan voldoen? Ja, voornamelijk het formaat is heel belangrijk. Ja. Wat ik zelf fijn vind is dat hij aan de onderkant zit een koord waarmee ik hem groter of kleiner kan maken. Dat is zeg maar het gat waar het water doorheen komt. Okay. Nu staat er behoorlijk wat wind. Dus ik maak hem ietsje kleiner, zodat hij ietsje meer remt. Dat gele koord dat loopt zeg maar van het uiteinde naar voren. En als ik hem straks binnenhaal, kan ik aan het gele koord trekken en dan keert hij zichzelf binnenste buiten. Dan hoef je niet een hele zak vol met water binnenboord te trekken. Okay. En dat vind ik altijd wel fijn. Verder zit hier een klein gewichtje. Dus die kant draait naar beneden en aan de andere kant er zit een drijvertje. Dus die kant die zit omhoog. Okay, dus hij zet zichzelf ook heel makkelijk open. Ja. En belangrijk, het allerbelangrijkste eigenlijk is gewoon het formaat. Hij moet gewoon groot genoeg zijn. Heel veel driftzakken zijn te klein. Maar dit, kijk zelf maar, het is echt een joekel. Ja. Hoe staat hij me? Ja, fantastisch. Best goed. Zo'n toga. Ja, inderdaad. Nee, maar echt ideaal. En ze zijn er in 2 maten van Westin. Een kleintje. Dat zou perfect zijn op een kleine polyesterboot. Op een kajak bijvoorbeeld. En dit is dan de grote. Een bootje als dit. Doe je nou, Sjoer? Ja, sorry, Europa. Sorry. Kijk, joh.
mooie vis. Mooie vis, hè? Zeker wel. Ja, die kan bij zijn kiel pakken. Zeg, een lijf van haken hier klauwen. Dat zou mooi zijn. Dan gaan we hier al. Kijk eens wat een mooie vis, jongens. Zo. Wauw. Top, hè? Vette vis. Toppertje, hoor. Heel blij mee. Ja, dat snap ik. Hey, taai dagje, hè? Ja, nou, we krijgen langzaamaan wat actie. Dus, ja, toch? Gaan we ervoor, hoor. Zo. Top. Nou, laat hem eens goed zien. Mooi man. Prachtige vis. Wat zal die zijn? Ja, mooie vis. Tegen de 70, denk ik. Tegen de 70. Ik denk net geen 70. Zo'n taai dagje, maar het lijkt nu een beetje te beginnen. Wat volgers, ik had net een hele dikke erachteraan. Daarna wat kleinere. En even later een mooie snoepbaars. Dus laten we hopen dat het een beetje los gaat nu. We hebben het idee dat het een beetje aan de kleur ligt. Een beetje koper-goudkleurige kunstzaas waar ze achteraan komen in ieder geval. Dat is al heel wat. En net dus een snoepbaars die erop knalde. Dus, ja, we zijn echt op snoek aan het vissen, dus het kan zomaar zo'n dag zijn dat je moet hebben van één zo'n dikke aanbeet van de meter plus snoek. Alle kansen staan nog open, dus we gaan ervoor. Nou, dit keer snoek. Dezelfde drift, hè? Iets ondieper nu zijn we gegaan. Van Europa, een, hoe moet deze? Ricky de Roots. Ricky de Roots, met een chatterbait ervoor gemonteerd. Mooi spulletje dit, Europa. Het is echt mooi, geeft net even wat meer actie. Het water is wat troebelig. Er zit veel golfslag op, dus het mag best een beetje opvallen. Weet je niet, Europa? Dubbel en dwars verdiend. Beste stuurman die ik ken van de boot. Kijk, mooi. Gaat alles om, hè? Sturen. Ja, maar dat is het echt. Dat is zo echt belangrijk. Echt zo'n mooie drift. Tweede keer al. Ja, goed gaan met de zak. Als het moet helpen, dan stop ik wel even met filmen. Gaat er maar om dat. Even, nou, snel het haar. Zo, dan moet je toch eens uitleggen hoe je dat zo. Zo soepel doet. Ja. Super handig, komt geen onthaartang bij kijken. Ik denk, doe het leuk voor de kijkers, dan doe ik alles zelf. Ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, Sjoerd. Zit hij door twee bekhelften heen? Ik heb hem echt gemelkorf, zeg maar. Eens kijken, dit vind ik de meest linker snoepjes. In mij maar een meter, ben ik echt minder bang voor deze kleerleiers. Ja, die moet je echt zelf vangen, jongen. Wel mooi aanbeet. Nou, mooi. Nee, de tweede drift is nog succesvoller. En ik ga even slijmen naar Europa. Dus ik hoop dat we het droog houden. Maar die gozer kan wel een boot besturen. We hebben hier echt wel een drift van. Hoe lang zal die zijn? Oh, 500 meter. 500 meter. En voor mij lijkt het alsof het de normaalste zaak is van de wereld. Ik kan lekker vissen. Maar als je dan goed kijkt, zie je Europa toch wel heel te corrigeren met zijn elektromotor. En alles in de gaten houden. Dus top Europa. En dat was het geslijm. Vanaf nu gaan we het normaal doen. Ze willen jou niet zien, hè, Europa? het is ongelooflijk. Je hebt nu drie volgers achter elkaar. Ja, drie of vier. Dat is echt absurd. Ze zijn heel voorzichtig. Ja, ik had er net een die zwemt mee. En die pakt dat staartje en die blijft gewoon meezwemmen. Ja.
eindelijk blijft er eentje plakken voor Europa. Tenminste, we hebben hem nog niet. We hebben hem nog niet, ik heb niks meer te zeggen. Daar hebben we een flipper. Ongelooflijk. Is het dan eindelijk zover? Hij gaat een vis aanraken over. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt, dames en heren. Jawel, een officiële vangst. Nou, Europa van Westin. En weer terug. Hoe voelt dat, een vis vangen? Het is heerlijk. Het is hier wel gegund, man. Wat een pech heb je achter elkaar gehad. In ieder geval geen blank, dus dat scheelt weer. Oh ja, dat zit echt om mij. Geef hem een vinger, dus Europa. En dan ga je hele hand. De een naar de ander is de klos. Dus, het mag geen naam hebben vandaag, zeg. Nee, het zijn wel kleintjes. Oei, oei, oei. Maar de aanbeten zijn wel lekker, toch? Ja, ja. Ik ben wel eens verminder weg geweest, hoor. Ja, weer op die Ricky. Ja. Ricky Day. Chatter succes. Tot. Nou, nou, wat is hier aan de hand? Ik weet het niet. Eindelijk. Een kromme hengel. Een mooie dikke vis. Sure. Op die Ricky the Roads. Ah. Met uiteraard weer een chattabletje erin. De Matty truc hoor. Als je van de dag, hè? Ja. Wauw, wat een heerlijke dag. Ja, ik vind het toch wel een van de mooiste visserijen hoor. Dat werpend vissen op groot water. Ja, machtig. Die snoeken die er elk moment op kunnen klappen. Wie weet, zo'n hele dikke grote. Ja, we hebben het vandaag niet echt gezien, maar toch wel een paar mooie vissen. Ik ben echt te spreken over Europa's stuurkunsten. Dit was geen makkelijke wind om. Mooie drifts te maken langs de oever en de dieptes aan te houden. Ja, echt complimenten. Ja, ik vind het genieten. Het is altijd zo lekker. Ga je lekker naar huis rijden met een, ja, het stond ook een aardig zonnetje. Dus een beetje een blosje op het gezicht. Ik ben nog helemaal aan het nagenieten. Ik ben helemaal blij. Abonneer je op ons YouTube kanaal en mis niks van deze super vette videoreportages. Thank you.